De toerismesector in Suriname krijgt standaarden waaraan een ieder zich zal moeten houden. Hiervoor heeft het Surinaam Standaardenbureau SSB vandaag een Suriname Nationale Kwaliteitsdialoog georganiseerd in het Lalaroek-gebouw. Het bureau is belast met de ontwikkeling en implementatie van die standaarden ter ondersteuning van de groei van de sector. De vandaag gehouden dialoog is onderdeel van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds Economic Partnership Agreement Technische Handelsbelemmeringen Programma. Dit programma wordt uitgevoerd binnen de CARICOM-landen om hen te helpen standaarden te ontwikkelen voor diverse sectoren. Het programma moet onder andere bijdragen aan de integratie van het CARI-forum in de wereldeconomie. Toerisme-directeur Rabin Buddha ziet de sector alleen verder ontwikkeld worden als de kwaliteit van de producten en diensten worden verbeterd. Er zou al een heleboel gebeurd zijn binnen deze sector, echter zonder duidelijke richtlijnen. Buddha wijst erop dat Suriname al wetgeving in place heeft om ervoor te zorgen dat deze sector verder wordt geordend. Dat er een stukje registratie komt, dat er klassificatie komt, dat er grading komt, dat er certification komt, dat we keurmerken gaan plaatsen aan bedrijven die voldoen aan de standaarden. De totale value chain moet in kaart gebracht worden en wij moeten elke schakel gaan certificeren. Wil je kwaliteit, total quality management bieden? Voorst kan ik u mededelen dat de Suriname Toerisme Autoriteit het bestuur van de maand nog geïnstalleerd zal worden door de minister en dat het bestuur samen met TCD de verdere operationalisering van de Suriname Toerisme Autoriteit zal helpen en vorderen. Op de Suriname Nationale Kwaliteitsdialoog is met diverse belanghebbenden binnen de sector van gedachten gewisseld om een conceptnota van standaarden voor de sector te formuleren. Directeur Karishma Matura van Ondernemerschap bij het ministerie van ISOIT wees op de potentie van de toerismesector en op de aandacht van buitenlandse investeerders. De Surinaamse overheid heeft de taak om de toerismesector te ontwikkelen tot een bron van trots. Bij deze kwaliteitsdialoog zullen belangrijke belanghebbenden uit de toerismesector samen met elkaar in dialoog gaan. Het is een uitnodiging aan alle ondernemers en aan ieder die betrokken is in deze sector om hun ervaring, inzichten en ideeën te delen. Door middel van open discussies en een constructieve uitwisseling van standpunten kunnen wij gezamenlijk de kwaliteit van onze toeristische diensten versterken. We hopen met deze dialoog te worden geconfronteerd met de behoeften van onze ondernemers. Niet alleen de ondernemers die in de kern van toerisme zitten, maar ook de ondernemers die diensten leveren aan de toerismesector. Matura zegt dat bij kwaliteitsverbetering ook rekening gehouden moet worden met veiligheid. Sylvia Ang, voorzitter van SHATA, wees bij de totstandkoming van standaarden voor de toerismesector op begrippen als betrouwbaarheid, kwaliteit, controle en de prijs.